Boom, Engeland. Want daar begint de industriële revolutie. We gaan het hebben over twee zaken die zorgen voor de industriële revolutie. Verbeteringen in de landbouw en de stoommachine. We kijken eerst naar de landbouw die eind 18e eeuw verbetert. Hoe? Door enclosures. Dit houdt in dat gemeenschappelijke grond, of wilde natuur, in bezit kwamen van grootgrondbezitters. Ze voegden al die stukken grond bij elkaar en bouwden er muurtjes omheen, waardoor ze grote velden kregen die effectief bewerkt konden worden. Ook door wisselbouw. Wisselbouw hield in dat er steeds andere gewassen werden gezaaid op de grond, waardoor de grond niet uitgeput raakte, maar wel goed werd gebruikt. Ook kwamen er nieuwe gewassen, zoals aardappels, maïs, bonen, die meer produceerden en meer voedsel opleverden. En er werd gebruik gemaakt van de ijzeren ploeg. Het paard werd als trekdier gebruikt en ook andere landbouwmachines deden hun intrede. Door al deze veranderingen kwam er meer en beter voedsel, waardoor de bevolking ging groeien. Maar door de technische verbeteringen in de landbouw en de enclosure waren er minder landarbeiders nodig en moesten kleine boeren ermee stoppen. En ook ambachtslieden en kleine zelfstandigen werden de dupe. De werkloosheid steeg dus op het platteland. Men trok daarom naar de stad. Deze mensen werden vaak loonarbeiders in de fabrieken. Op het platteland werd ook aan nijverheid gedaan. Grote ondernemers kochten namelijk katoen uit India, een beter product dan schapenwol, en brachten dit naar de duizenden spinners en wevers die woonden op het Britse platteland. Maar op een gegeven moment kon de nijverheid de hoeveelheden katoen niet meer aan. De uitvinding en ontwikkeling van de stoommachine waren daarom erg belangrijk. De stoommachine van Newcomen en de verbeteringen van James Watt werden eerst gebruikt in de mijnbouw, maar konden later ook gebruikt worden voor de textielindustrie. Denk aan de Spinning Jenny, die 8 draden tegelijkertijd kon spinnen, of de Cotton Gin, waarbij de bruikbare delen van de niet bruikbare delen van de katoenplant werden gescheiden. De huisnijverheid werd verdrongen door fabrieksarbeid. Mensen op het platteland die aan nijverheid deden, raakten dus uiteindelijk ook werkloos. Hierdoor, en ook doordat landarbeiders werkloos raakten, trokken veel mensen in de 19e eeuw naar de stad, op zoek naar werk in de vele fabrieken. De stoommachine werd belangrijk in de mijnbouw, textielindustrie, maar ook voor vervoer, de trein en de schepen. In Groot-Brittannië werden kilometers aan kanalen en later kilometers aan spoorwegen aangelegd. Zonder deze infrastructurele revolutie konden de steden niet snel en goedkoop worden bevoorraad. Ook de reistijden namen enorm af. In plaats van lopend of met paard en wagen reisde men nu met de trein. In Europa wordt België, of Zuid-Nederland, omdat België tot 1830 bij Nederland hoort, het meest geïndustrialiseerd gebied op het vasteland. Er is dus sprake van een industriële samenleving. Er zijn grote steden, er is de industrie en een nieuwe groep mensen, het proletariaat. Dit zijn personen die zelfstandig waren, als landbouwer of in de nijverheid, maar die in de steden te werk gaan in fabrieken, vaak onder niet al te beste omstandigheden. Maar dat is een ander onderwerp.